Maar het is wel altijd ook dan verbonden met iets van die dankbaarheid laten zien. Heel aardig zie je dat ook in Amerika. Daar heb je Thanksgiving Day. En dat is dat is eigenlijk overgenomen vanuit Nederland. Die Pilgrim Fathers hebben die traditie meegenomen. In Amerika is dat de laatste donderdag van november. En dat wordt altijd met een grote maaltijd gevierd. En de turkey van Thanksgiving Day, de kalkoen is berucht zelfs. En dat vier je dan samen met een maaltijd. En vaak worden daar een paar dagen aan vastgeknoopt. Dus dan heb je de vrijdag en het weekend. Zodat je ook met de familie en samen de maaltijd kunt gebruiken. En dat kan uitmonden in Black Friday. Voor de Amerikanen is dat het signaal dat ze de kerstinkopen gaan doen. En dan die vrijdag nemen ze dan vrij en dan beginnen ze, dan worden thuis wordt kerstachtig ingericht. En omdat iedereen dat doet, dan is het een Black Friday. Ik zou dat niet te negatief kleuren. Ik denk dat het eigenlijk heel mooi is dat mensen zich voorbereiden op zo'n feest. En dat je het feest een beetje uitbouwt in de tijd. Ja, dat is toch prachtig. Het is niet niks wat je met kerst viert, hè?